Dis vir my 'n heleboel van 'n virus. Het probleem is, het virus bestaat nog niet zo lang. Wat we wel weten is dat wanneer het virus je lichaam binnenkomt, een van de eerste plaatsen waar het naartoe gaat zijn de longen. Daarom heet het ook een longvirus. Wat we nu weten, zeker weten, door wetenschappelijk onderzoek, in zoveel landen, in zoveel klinieken, in zoveel universiteiten, is dat de reactie van het lichaam, de vechtreactie van het lichaam, en dat noemen we de weerstand, de vechtreactie van het lichaam kan ook een heleboel schade aanrichten. Dus al is het virus uit het lichaam heeft gewonnen, het virus is eruit, en je wordt op de dashboard van het COVID management team genoemd als genezen, dat betekent je kan geen andere mensen meer besmetten, dan kan in jouw lichaam een heleboel schade zijn aangericht. Door dat gevecht van dat virus. Denk aan een oorlog. Een oorlog gebeurt, er wordt een bom gegooid op een stad. Die bom is gegooid, de oorlog is misschien afgelopen, maar de stad is verwoest. Huizen, scholen, ziekenhuizen, vervoer, alles ligt plat. Functioneert niet meer. Dit virus, dat COVID kan veroorzaken, SARS-CoV-2, doet bij een heleboel mensen hetzelfde. Het creëert een oorlog, een gevecht, een weerstandsgevecht, een immuunrespons dat schade aanricht in bijna alle organen van je lichaam. Dus genezen verklaard, post-COVID betekent, je kan geen mensen meer besmetten, maar van binnen kan er een heleboel schade in je lichaam zijn. Ook bij mensen die eerst gezond waren. Dus de mensen die zeggen, ik ben gezond, dat kan niet overkomen. Die mensen die 's morgens opstaan, weken nadat ze gezond zijn verklaard, die moesten zijn. Mensen die problemen hebben met ademhalen. Mensen die vroeger konden lopen, sportmensen, die nu moe worden. Dus dat is post-COVID. Genezen verklaard wil niet zeggen dat er geen ruïne in je lichaam achterblijft. Tweede ring van post-COVID is, hoe gaat de wereld er post-COVID uitzien? Post betekent na. Na COVID. Mensen, er is geen na-COVID. Wij gaan leven met COVID, omdat COVID er is. Dit is HIV. De wereld met HIV, het is er nog steeds. We gaan wel anders moeten leven. En we gaan heel sociaal moeten leven. Want als ik mijn moffen een soort tappel opzet, bescherm ik jou van mijn neus en mond druppeltjes. Ze komen niet bij jou. En als jij jouw moffen een soort tappel draagt, dan bescherm je mij. Oké? Wanneer je je handen wast met anusoppo of anusoppi, wanneer je die 1,5 tot 2 meter afstand houdt, zo beschermen we elkaar. We gaan dus naar een zeer sociale samenleving. Ik bescherm jou, jij beschermt mij.